Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van WK Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de kwartfinales van het WK in Qatar. Nederland verloor na penalties van Argentinië, dat werd namelijk na 90 minuten 2-2. Engeland-Frankrijk werd 1-2. Kroatië tegen Brazilië werd 1-1 en na penalties won Kroatië. En Marokko won met 1-0 van Portugal. De voorspellers top 8. Sven staat bovenaan met 50 punten. Piago staat tweede met 49 punten. Dan komt Stan met 47 punten. Zowel Mikey als ikzelf hebben 43 punten. Kars heeft 42 punten. Martin heeft 41 punten. En Rins heeft 38 punten. Het was niet zo heel veel punten gehaald. Ook omdat er natuurlijk best wel veel rare dingen gebeurden. Ik was de enige die meer dan 3 punten had gehaald. Ik had zelf 6 punten. En het wordt voor heel veel mensen heel lastig om nog überhaupt te winnen. Sven en Piago, één van die twee gaat het worden. En als één van hun twee het niet worden, dan kan altijd standaard nog worden. Maar voor de rest wordt het heel moeilijk. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker voorspellen. De twee wedstrijden die we gaan voorspellen voor de halve finale van het WK zijn Argentinië tegen Kroatië en Frankrijk tegen Marokko. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag bij de volgende aflevering waar we gaan zien welke teams er naar de finale gaan en welke voor de derde plaats gaan spelen. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos!